Goedemiddag allemaal. Onze conditiefreak. We zitten net in een verhitte discussie. Heeft u iets bij te dragen over het allochtone vraagstuk? Weinig of niks, vrees ik. Nou, kom. Niet u ervan afmaken. Nou, er zijn er nou wel erg veel. Ja, dat vindt iedereen. Maar... Dat komt maar bij. Hij is stout! Hij is gewoon stout! Goed, hè? Pas op, kleine man. Je krijgt van je eigen kont, hoor. Dat was een grapje, hè, Gabriel? Je kon het niet laten. Maar nou wel even sorry zeggen. Sorry, Amroy. Lekker joch van me. Even douchen. Misschien begint die therapie wat te werken. Dat eenzelfde gaat er een beetje vanaf. Het is Roy hoor, mevrouw. U ziet toch hoe leuk die met Gabriel is. Enig, ja. Driekje de... Nee, kloot is het dus niet waar. Godverdomme. Of de duvel ermee speelt. Paniek, ja, dat zal wel, maar Clovis, Clovis! Weg. De lul. Total Crash op de zaak. Komt er mooi uit, kan hij zijn snor drukken. Total Crash? Ja, nu en dan gebeurt dat. Slaat het hele computernetwerk op zwart. Iedereen wordt gek. Specialisten moeten ingevlogen. Nou ja, wat doet dat ertoe? Gabriel komt alleen met zijn moeder naar school. Helemaal een rot in de hoek. Moet je niet eens gaan trouwens, het begint over 12 minuten. Kom, Gabriel, naar Sinterklaas. Wat zoek je, Roy? Een shampoo. Daar staat hij. Wat? Ik heb hem expres daar gezet dat hij niet zoek gaat. Zie je wel dat ik niks wegmaak? Ja, wat vervelend nou. Dan moet je uitleggen waarom je man er niet bij is. Zeg, ik bedenk ineens dat het eigenlijk beter is. Aldo, ga jij met Gabriel. Dat is toch minder gênant? Oh, nou, ik had er eerlijk gezegd niet op gerekend. Nou, toe alsjeblieft. Ik voel me zo versteerd. Een beetje zonnig gaan zitten doen op een kindermiddagje. Ik ben echt helemaal niet in de stemming. Ik moet wel eens beginnen aan die brief. Ik bedoel, voor Gabriel is het ook niet leuk, een moeder die er met haar kop niet bij is. Zij niets, mevrouw van Boer. Nee hoor, mevrouw niet. Oh, ik dacht dat ik iets hoorde. Nou, kom Aldo, maak je klaar, anders komen jullie te laat. Nou, goed, als je erop staat, even de laatste hand van mezelf. Trek alvast je jas aan, Gabriel. Anders komen jullie hartstikke te laat. Het is niet erg hè, dat mama niet meegaat. Jij gelooft toch niet meer in Sinterklaas? De Surinamers wel, mevrouw. De kleintjes dan, die geloven er wel in. Die zijn er maar opgegroeid. Interessant. Is het eigenlijk een tijd niet? Bijna klaar. Nog even de was.